Kom, we gaan naar Bigfoot's huis. We hebben koekjes. Is die weg? Ah, hij zit achterbij! Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom een nieuwe video van Bigfoot. Deze game heeft een paar dagen geleden een mega update gehad. En vandaag ga ik hem lekker ontdekken met Luxter. William Austin. Voordat we gaan beginnen, de oude Bigfoot kijkers weten het nog wel. De mensen, de... Boeit me helemaal niks. Maar die zijn helaas weg. De oude characters zijn weg. Je hebt nu Rick. William is een kind. Kijk, die shotgun is groter dan zijn hele lichaam. En kijk, Thomas. Kijk, wat een bad boy. Yay, I'm ready for the job. Ze hebben echt zo'n babyportofoon. Kijk, ook zo'n babyfoon hangen, weet je wel. Om mee te communiceren. En hij kijkt ook echt zo van... Mama, papa. Ben jij William? William off. Daar gaan we. De game schijnt dus helemaal geüpdate te zijn. Er zijn allemaal nieuwe dingen. Bigfoot heeft een betere AI. Bigfoot is nu rood. Ik heb niet zo lang geleden. Er staat nog steeds in de loading screen tip. Bigfoot is een intelligent creature. Nou, we gaan zien of dat is veranderd. Want hij was totaal niet intelligent. Wat is dat grasgeluid? Oh, damage. Als jij loopt, hoor ik het overal. Het lijkt alsof Bigfoot naast me staat. Oh, ik pak alle camera's. Wow, zie die laptop. Wow. Oh, de radio. Even luisteren naar wat tunes. Hou je mond. Welcome to FM Radio. Hey, je hebt hier een night vision camera. Ik neem hem. Wow, hier ligt heel veel ammo. Ik heb alles gepakt. En een Glock. Med kit. Ja, hallo. Jij pakt alles nee, en ik geef dan. Wow, zie hoe groot die meat is. En alle flares, die zijn ook allemaal van mij. Niet. Nee, hier, ik dop wel even. We gaan nu de nieuwe inventory system gebruiken. In jouw hoofd. Jouw hoofd. Hoe je dat wapen ook vast dat je schouder gaat door je borst heen. Wat is er? Fire it all! Fire it all! Hoor ik Bigfoot nou al? Ja, maar het geluid is zo slecht. Even serieus. Als jij loopt, hoor ik het over... Oh, give items. Sta stil. Heb jij überhaupt ammo? Nee. Ik geef je wel de helft. We moeten oprecht loot gaan zoeken. Oké, ik heb 15. Ik doe al 7 hier. Maar hey, geef me ook even een flare gun of zo. Ja, maar er is maar één flare gun, maar ik heb geen wapen nog. Really? Heb jij geen wapen? Nee, waar ligt dat? Er is oprecht maar één wapen. Ik lul niet. Ik ga wel b-hop knijven. Kom goed. Oh, de tent. Misschien ligt het hier. Groups of tourists are missing. Echt niet? Oké, zullen we dan maar gaan? Jij hebt geen... Oh, hier, een duffelbag. Oh, there's nothing in it. Like, ik hoor echt zoveel geluid. Ik hoor echt... Wow, kijk, er is licht. Bigfoot! Volgens mij hebben ze de tent verwijderd. Dat is wel jammer. Dat hoor je, hoor, de toenk. Ja, ik shank hem. Oké, zullen we maar gewoon de palen volgen? Bigfoot! Bigfoot! Wow, we hebben hem af. Bigfoot! Hey, links! Hey, is het! Ik hoor hem! Wat? Hij stampte! Voelde je die stampen niet? Nou, ik zag een boom achter je omvallen. Get smoked! We zijn al bijna aan de andere kant van de map gelopen. Moeten we niet in de bossen gaan lopen? Ja, je bent gek. Hello, can you still hear me? Freddy! Onze video's bestaan... Kijk, een boomhut! Hij zit doorheen gesmashed als de hulk. Ja. Hier, we gaan muziek maken. Ik heb ook een Glock 17, hè? Pew, pew, pew. Doe één keer. Skrrr. Doe eens in mijn hoofd. Doe één keer in mijn hoofd. Hij is van de streets. Skrrr. Krijg ik damage als je dat doet? Jouw mond zit ook open. Je zit echt... Oh, wat staat er op dit bordje? Het is een beschermd natuurgebied. No hunting. Alleen op nou, wij worden hier gehunt. Er is geen tent meer, dus wat is het nut van camera's? Nee, we moeten overal camera's neerzetten. Dan horen wij bliepjes bij bepaalde camera's. Dus dan weten we ongeveer waar in de mag is. Hé, liggen dooien. Kijken. Yo, Pieter. Holy shit, dit is gory. Nee, dat is Pieter. Ik heb hier de camera. Wat is deze animatie? Hier, in de camera. Wat? Holy shit, ja, we houden constant in de gaten. Ah, Bigfoot! Holy shit, je ogen heb ik eruit geschoten. Joh, hier, even in de hangmat chillen. Hoe zie jij die camera? Even in de hangmat chillen. Huh, tab werkt geen eens bij mij. Jij hebt geen tablet opgepakt. Ik kan je wel een tablet geven, want dan heb ik de gun. Oh, jij hebt geen gun, heb je ook niet zo'n Glock? Hoeft niet. Een Glock? Ja, hij heeft gewoon heel de tijd 2 items. Hier, Glock, en dan geef ik je alle ammo. Ik hoor weer een grenade launcher. Ja, ik hoor me, hij slaat ook tegen bomen met zijn mes. Ja. We zijn aan het communiceren via de bomen. Kijk ook dat Half-Life logo op die rifle. Kijk, op mijn scope. Dat is geen Half-Life logo. Jawel, dat is Half-Life.
Dat is Half-Life, dat is gewoon zo. Is hier het huis van Bigfoot? Hij heeft zijn eigen hekken gemaakt. He's building a survival game. Hij is aan het bouwen. Tering, ik schrok me dood. Die was wel lijp surround sound. Het klonk echt alsof die in mijn echte kamer gewoon langs me schoot. Even geen grap, ik schrok me. Oh kijk, dit is de grote wijze bom. Kijk, hier zijn shooting targets. Ik ga dat doen, waarschijnlijk liggen de pijlen boven. Wow, hier zijn van die tippie-tenten. Hier liggen heel veel. Allemaal Wow, zie die vault animation! Ik wou net zeggen. Peter, I don't know where you are, but I'm looking for you all day. I can't find... Oh, hier is het huis van Bigfoot, sowieso. Nee man, dit is een clue zo niet. Peter Griffin. Oh, ik heb hem meegemaakt. Ik heb een pijl en boog. Oh, die kan niet oppakken. Hey, dat. Kom een keer en kijk je naar links bij mij. Achter je, achter je. Holy shit, ik schrok oprecht. Hey, geef me de knuffel. Dan kom je zo die tent in. Kijk hè. Kom je zo die tent in. Kijk hè. Probeer. Pak je knijf met 3. Nou, dit was underwhelming. Er is helemaal niks hier. Reload wel even je wapens. Je hebt alles leeggeschoten. Wil jij een X-Big? Ik wil Glock ammo. Glock. Glock. Hallo. Waarschijnlijk komt Bigfoot nu. Heb je zo'n morsecode ding? Nee, dat is gewoon dit megafoon. Holy fuck, wie stopt er nou ammo in je magnetron? Nog een klok. Ik heb het allemaal genakt. Hier, Luca. Oh. Wow, dit is wel lijpknus. Weet je wat, zullen we even, dat is wel één keer leuk voor de kijkers, niet heel de tijd, maar dat we zo ergens gaan campen in de nacht. Dit vind ik het altijd heel spannend maken als je die camera zo leuk neemt. Ja, kom heel snel even naar mij dan. Ik hoor dingen. Oprecht, kom even schuilen. Je maakt een fat toe. Wat was dat? Zie die fall animation? Kijk bij mij dan, kijk bij mij. Kijk hoe die fall animation eruit ziet, kijk. Kom, we gaan hem lokken. Huh, er loopt iemand. Dat ben ik. We gaan erop. Oh, ik dacht al. Bigfoot! Oh ja, Bigfoot kan ook gewoon door de huizen heen. Dus je bent niet echt heel safe. Is zijn ogen! Oh ja, ik zie hem lopen. Ik kom naar buiten uit de pitchfork. Hij loopt daar. Ik heb Hij kan hier naar binnen. Ah, hij zit te campen. Hij zit heel het huis voor rot te slaan. Ja, hij campen. Hij is getarget op mij! Ik ben dood! Oh nee, hij is weg! Oh, ze was fucked up! Oh, ik ben bijna dood! Is die weg? Ah, oh, hij zit achter mij! I'm dying! Hey, Luca! Ik shake it! Ik heb hem minimaal 6 keer geschoten, kijk hoe weinig eraf is gegaan. Ik heb hem raak geschoten. Waar is die? Oh, hij is gewoon helemaal weg. Never mind! Je hebt toch nooit genoeg healing items om dit te overleven? Dit probleem was er namelijk voor deze update ook al. En het probleem is er nu nog steeds. Er is nooit... We hebben loot op max gezet. HP op het minst. Hij hield verdorie. Hier kan hij toch niet naar binnen? Jawel. Daar geloof ik niks van. Komt hij chillen bij ons in een caravan? Ik ga Bigfoot shanken de volgende keer. Kom, we gaan naar Bigfoot's huis. We hebben koekjes. We hebben freshly baked biscuits. Oh, hij wil niet dat we naar zijn huis gaan. Oh, hij heeft some freshly baked biscuits. Somebody. Somebody. We zijn aan het schijten. Ja. Wow, zie deze villa. Oh, kijk, roll dit is animation. Het is een watchtower. Tactical roll in the building. Hey, wacht, kom jij eens via de deur naar binnen en dan rol ik naar binnen. Ga in de deuropening staan. En doe alsof je zeg maar naar binnen loopt. Tactical roll in me. Oh. Hey, het is een kluis, gast. Weet jij de code? Het is 6969. Ja, echt niet. Piep, piep. Hey, you want some freshly baked biscuits? Luca, kijk eens naar mij. Bigfoot's huis, een kloesoe. Het is een kloesoe. MTV Cribs. Och, schiet er een flare in. Kan dat? Violating Bigfoot's house. Is Bigfoot aan het rijden of zo? Heeft hij een auto? Dat zou mooi zijn. Ik hoor een auto. Echt niet. Kan niet. Ik niet. Ik ben op dezelfde plek.
Ik hoor een vroom. In dat kostuum. Pull-up. Vroom, vroom. Als je naar beneden valt, ben ik dood. Minecraft. Wow, er zijn kannibalen. Oh. Zijn ruggengraat zit in zijn oog. Bigfoot. Wat? Ik heb geen medkit meer. Collateral damage. Oh, dat is een collateral. Bigfoot, are you coming to my house? Maar ja. Nee, andere kant, ik andere kant, andere het kant. Het voelt echt alsof ik Outlast speel wanneer ik die Night Vision camera heb. Maar je kijkt, je gaat de verkeerde kant op, daar zijn we al geweest. Jij wilde in die watchtower gaan zitten en dan loop ik toch nu naar die tenten toe. Ja, we kunnen ook wel naar hem toe lopen. Vind ik ook goed. De heer Luca, ga even in je tent zitten. Oh, yes. Ik kon het niet. Hij slamde me gewoon. Er staat ook dat je bent gelost door de forest, terwijl je bent doodgegaan door je eigen trap. Oh, hij is de boswachter aan het eten. Hij, dat is bij jij. Kijk ook hoe die eten. Ik snap al die logo's niet, man. Oh, jij hebt 53 keer geschoten. Nul van die keren was dat op Bigfoot. Je hebt ook levels. Wat heb je überhaupt aan levels? Helemaal niks. Je hebt gewoon 5 medkits gebruikt, dus je moet niet veel zeggen. Kijk, Bigfoot. Oh. Smash of die like als jullie deze video van Bigfoot super awesome vonden. Vergeet niet te abonneren op Dus Even Spelen. En zie ik jullie bij de volgende video. Later, alligator.